Er is, ik denk niet dat er een secret is, maar het is gewoon, het is zo. Ja. Bijvoorbeeld, ik heb zelf een TikTok-account. TikTok is live, man. Fuck TikTok. Jij zegt fuck TikTok, jij zegt TikTok is live. Hey, what's up, guys? Yes, vandaag hebben we de enige echte chatje. Yes, man. Of Church. Sorry, bro. Ik heb je gezegd, man. Ik heb je gezegd. Alles vandaag. Jullie kennen hem waarschijnlijk van zijn vlogs. Ik als sinds ben een fan, maar ook van We Believe. Zeker. Zeg ons eigenlijk, hoe zijn jullie allemaal begonnen? We Believe, jouw naam. Hoe is jouw echte naam, als we dat mogen weten en zo? Ik ga mijn echte naam ga ik gewoon achterwege laten. Ik ga gewoon, mijn echte naam is echt voor de mensen die me kennen. Hier onder andere backstage heb jullie gezegd wat mijn echte naam is. Mm-hmm. Maar dus ja, de meeste mensen kennen me onder de naam van Church. Mm-hmm. Dat is een naam die ik heb gekregen van mijn moeder vooral. Toen ik klein was. Mm-hmm. Als klein kindje was dat zo, zeg maar, mijn koosnaapje, troetelnaapje en zo. En sinds heb je dat gewoon bijgehouden. Nu, zeg maar, Rebelieve. Zoals je zei, Rebelieve is dus een brand die een van mijn beste maten, Nathan, en ik hebben opgestart, zeg maar, ik denk nog niet eens een jaartje. Ik denk dat we iets meer dan een half jaar bezig zijn. Serieus? Ja, is echt nog recent. Ah, is recent. Is echt recent. Ja. We hebben echt... ik denk dat we echt een klein jaartje, een paar maanden, bezig zijn. En ja, dat is, zoals jullie hebben gezien, gaat over workouts. Workouts, mindset en nutrition. Mm-hmm. En we denken dat we daarmee echt zoveel mogelijk mensen gaan helpen. Mm-hmm. En die juiste mindset geven en zeg maar die motivation geven om in het leven iets te bereiken, snap je? Want dat is belangrijk. Vandaar ook zo die motivational quotes dat jullie... Precies. Ja, elke dag probeer je zien zoveel mogelijk echt content te zetten die mensen echt aanspreekt en mensen echt wakker schudt. Mm-hmm. Want met veel mensen, zeg maar, op de dag van vandaag leven gewoon zo'n, zeg maar, een mediocre lifestyle. Snap je wat ik bedoel? Ja. Mm-hmm. Mensen durven niet echt meer dromen. Mm-hmm. En wij willen die mensen echt gewoon laten inzien van kijk, hey, weet je nog, toen je klein was, had je al die dromen. Ja. Dat is nog steeds mogelijk, snap je? Ja, waarom wil je nu ineens gewoon die basic lifestyle doen? Werken, studeren, 9-to-5. Precies, 9-to-5 life. En wij willen er eigenlijk uitgaan en mensen echt gewoon die mindset geven van kijk, hey, just do you, snap je? Be yourself. Dat is een mooie mindset. Ik weet niet of je hem kent, Steve Harvey. Tuurlijk ken ik Steve Harvey, maar met de snelheid is het niet. Hij zegt dat ook altijd, imagination is everything. It's a preview of life coming as attraction. Dat betekent eigenlijk je verbeelding is legit, je dromen, je denkwijze is legit wat je toekomst kan betekenen voor u. Je moet dat gewoon geloven. Zoals je zegt, als kind af aan, wij hadden dromen, maar ineens die zijn gecrushed geweest. We gaan 9-to-5 werken. En waar is jouw motivatie gekomen om die mindset van anderen te veranderen eigenlijk? Ja. Ik denk dat het leven voor mij, en voor Nathan ook, kan spreken voor hem ook. Mm-hmm. Voor ons het leven is, snap je, leef en laat leven. Word je geholpen en help andere mensen ook, snap je? Mm-hmm. Onze mindset, zeg maar, ons doel is echt om mensen te inspireren. Maar niet alleen echt mensen inspireren, maar ook gewoon leading by example. We willen niet alleen tegen mensen zeggen van, kijk, doe walk dit, your talk. Ja, yes, walk your talk, precies. Yeah. Zo kan echt zien op jullie stories. Precies, snap je? Dus we proberen echt zoveel mogelijk ook practice what you preach, snap je? Exactly. Te doen wat we tegen mensen zeggen. Dus vandaar, dat is volgens mij echt zo, de zin van het leven is echt andere mensen helpen. Yeah. Mm-hmm. Andere mensen kunnen gelukkig maken in sessies. Ja, dat is wel mooi. Maar het is ook te zien, als je, wat ik cool vind bij jullie brand van We Believe, zo recept van de dag. En dan heb je ineens niet een maaltijd, maar een workout. Zo. Ja. En dan moet je die proberen nadoen. En jullie hebben nagedacht van beginners, doen zoveel minuten, doen zoveel sets. En echt wel voor iedereen die in shape wil gaan, geraken, check deze pagina. Echt wel ik, voor mijn sport, ik gebruik die ook. Ja. Dus voor everyday people, ik zou die ook aanraden. Man. Ja, het is niet te veel, snap je? Het is niet... overweldigend, zo'n heel programma met allemaal oefeningen en dingen die je weet niet eens waar je moet beginnen. Het is echt basic, maar super effectief. Het zijn allemaal oefeningen die iedereen normaal gezien kan doen. Dat was ons doel. Snap je, mensen proberen te bereiken, zeker niet de mensen afschrikken, maar echt gewoon proberen iedereen te bereiken. Mm-hmm. Zowel de elite sporters als mensen die zeg maar van wakker worden en zeggen van oké, ik wil verandering. Yeah, I want change. Ik wil een beetje in shape. En wat kan ik doen? Waar kan ik beginnen? Mm-hmm. Snap je? Okay. Dus dat is de recipe voor ons, Elke dag zo vaak mogelijk proberen bezig te zijn met je lichaam. Dus train je ook elke dag? Of? Ik train elke dag. Okay. Je traint elke dag? Niet elke dag marathons lopen en zo. Snap je? Yeah. Ik ga niet elke dag mijn chest eruit trainen. Zo. Zeker niet, snap je?
Maar elke dag ben ik sowieso bezig met mijn lichaam. Dat kan zijn dat ik bijvoorbeeld een dag neem waar ik niet per se intensief ga sporten. Maar eerder gewoon de tijd nemen om een beetje te stretchen, mediteren. En echt gewoon de tijd nemen om terug tot jezelf te komen. En hoe moet je lichaam verzorgen? Je hebt er maar eentje. Het is dat. Maar je hebt gepraat over fysieke lichaam. Maar je hebt ook gepraat over meditatie daar. Yes. Vind je dat heel belangrijk? By the way, hij is big on meditation. Hij is big on meditation? Oké, kijk. So, for sure, man. Ik ben begonnen met meditatie, ik denk toch al een paar maandjes. Maar pas op, ik ben niet die hele... Je bent geen guru. Ik ben geen guru. Dus voor mijn meditation is ook zelf komen, snap je? Maak het stil. Het is gewoon... Je moet niet rare dingen opzetten. Het is gewoon voor mijn meditatie. Voor mijn meditatie gewoon alles eventjes aan de kant zetten. Al je zorgen, al je gedachten. Ja. Gewoon chill. En je hoeft daarmee niet in kleermaker zitten. Je hoeft je handen niet zo te houden. Je kan gewoon, kun je in je bed liggen. Je ogen dicht doen, je ogen open doen, whatever. Iets opzetten als je wilt. Maar gewoon rustig. Kom tot jezelf, diep inademen, diep uitademen. Ja. En gewoon alles loslaten. En als je dan terugkomt uit die zone... There is something else. It's because you're mastering your mind. Precies. Je kunt je gedachten controleren. Yeah. Je kunt gewoon. Snap je? Het is. Je hebt doorheen de dag maakt je zo negatieve dingen mee. En dat is hoe dat je you just load it off. Precies. Yep. Ja. Echt zo is. Ik heb ook gezien dat zo echt deep meditation met zo echt dopamine fest. Dopamine. Ik heb de naam dopamine al gehoord, maar ik weet niet precies wat het is. Hij kan me dat wel beter uitleggen, maar dopamine fest is gewoon 24 uur, geen elektronica, geen boeken, geen tv. Gewoon echt detox. En dan moest je een van de dingen was mediteren. En daarna, zoals je zegt, je moet zo kalm, je hebt een clear vision van wat je wilt en zo. Maar eigenlijk, ik heb een van je vlogs gezien, jij bent christen. Ik weet bij ons, christen is een beetje taboe mediteren. Zo, dat wordt raar gezien. Bij elke gelovige, denk ik. Ja, bij gelovigen wordt dat echt zo als soort van... Man, just do the right thing. Snap je? Volg gewoon de traditie, inderdaad, ga bidden inderdaad. Zo christenen aanraden, want mediteren... Ja, de Bijbel zegt ook mediteren op woord van God, maar hoe zou jij dat aanraden aan christenen eigenlijk? Goh, ik ben gelovig. Ik ben gelovig opgevoed. Ik ga daar gewoon zeggen, ik ben gelovig opgevoed. Maar bij mij is al een... Ik ga diep in doordenken. Yeah. Ook over geloof. Is geloof wel echt? Kritisch nadenken. Heel kritisch. Ja. Belangrijk. Waar je soms gaat beseffen van, shit. Is de Bijbel wat er in de Bijbel staat? Snap je? Ik twijfel over alles. Yeah. Snap je? Maar dat laat ik in het midden. Maar goed. Which is healthy. Okay. Mm-hmm. Ja, maar het is belangrijk. Maar bijvoorbeeld voor wat christenen, of wat ik christenen dan zou aanraden als we praten over meditatie, is probeer... God is je vader, God is onze savior, God is ook je beste vriend, snap je? Yeah. En ik vind dat je aan God alles kwijt kunt, snap je? Mm-hmm. Probeer gewoon echt meer conversaties te hebben met hem. Niet enkel gewoon bidden en dingen vragen of dank je zeggen, gewoon ook durf met hem praten, snap je? Het is in je hoofd, het is in jou. Hij is daar, snap je? Jouw body is zijn huis, dus hij is in jou, snap je? Dus praat met hem. En als dat positief is, zoveel te beter. Als dat negatief is, praat, snap je? Gewoon je emmer leeg bij hem, snap je? Alles wat je doorheen de dag meemaakt, durf dat even te legen, te filteren, even te venselen. Praat met hem. En als je dat niet allemaal voor jezelf moet houden, al die last van je schouders, je voelt je veel, veel, veel rustiger. En dat is met God, dus dat is niet... Sure. Je bent niet aan het zeggen, maar God bestaat niet, want je bent met God aan het praten, snap je? Dus je doet in principe niks verkeerd. Dus ik zou het zo doen. Ik vind dat ook niet. Het is niet dat je daarbij ook iets... Zoals jij zei, je hoeft niet per se in die pose te staan, je hoeft niet per se dat te doen. Snap je? Meditatie is meer dan gewoon spiritueel op vlak van God en ik. Het is meer dan dat, snap je? Het is gewoon... Tuurlijk. It's a lot more to it. Dat is heel waar. Het is gewoon eigenlijk je brein trainen. Je brein trainen en je zei mastering your mind. Want je mind, there's nothing the mind cannot create, snap je? And if you can dream it, you can create it. Yes. Nothing is more powerful. Preach. Geloof je in law of attraction? Bro, je hebt mijn bio niet gezien laatst. Stond in mijn bio, maar ik heb het weer veranderd. In mijn bio stond the law of attraction, punt. The law of attraction, it's real. That is real, man. Als je kijkt naar alle succesvolle mensen, allemaal hebben ze gezegd, die switch is gekomen op het moment dat ik erin geloofde. Yeah. Op het moment dat ik niks anders wou dan dat. Yeah. Dan komt het.
En wij zijn zeg maar nog niet aan die top. Maar als wij dat doen, waarom zou het niet bij ons werken? Dat is soort van een algoritme, snap je? Mm-hmm. En je krijgt dat voorgeschoteld, you believe in it, you can precies. achieve it, toch? Broer, er is... Ik denk niet dat er een secret is, maar het is gewoon, het is zo. Yeah. Het is simpel, bro. If you want to do it, just go do it. Just do it. En veel mensen blijven stuck in zo van, ja, maar... Zij, of bijvoorbeeld een Justin Bieber is daar, ja, maar dat is niet ik. Of die zijn privileged. Lisa, of van, ja, dat is iets anders. Yeah. Dat is maar een klein percentage. Yeah, 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 maar waarom zou jij niet in dat percentage kunnen zitten? Inderdaad. Dat is wat ik bedoel. En wat zou jij eigenlijk zeggen tegen mensen die zo bijvoorbeeld denken van, ah, ik ben geen Justin Bieber, ik ben geen Kim K. Yeah. Een soort van zo'n slachtoffersmentaliteit. Ja, slachtoffersmentaliteit en ook zo van andere meningen. Zo. Don't give a fuck, snap je? Doe gewoon. Om te zeggen, als iemand zegt tegen mij van, ja, ik ben niet Justin Bieber, ga ik gewoon antwoorden, inderdaad, je bent niet Justin Bieber. Snap je? You're yourself. Yeah. Yes. You're special. Mm-hmm. If you believe that you're special. Mm-hmm. Als je gewoon mediocre gaat denken, als je gewoon die average mindset gaat hebben, stay in your average life. Yeah. Snap je wat ik bedoel? Yeah. En dat is hetzelfde met... Als je iets wilt doen, en dat is op de dag van vandaag is dat echt zot, hoe erg dat is mensen willen precies andere mensen niet gunnen. Als iemand begint te geloven in zichzelf, mensen gaan vaak zeggen van, kijk wat hij doet, hij denkt dat hij dat is of zes en zelaar, snap je? En er is maar een klein percentage van mensen die zeggen van, hey, I see you bro, keep doing your thing, snap je? Er zijn vaak de mensen waarvan je dat niet verwacht, die je nooit hoort. Buiten je cirkel ook. Maar dan zit je van, wow, die guy, ik zie die één keer om de drie maanden en dan die komt bij gunnen. Snap je? Ja. De mensen in je cirkel zijn niet per se de mensen die het meest vertrouwen of die per se het meeste het beste voor jou willen. Ja. Snap je? Sowieso, je moet daarmee opletten. Echt waar. Maar nee, wat je ook zei dan net is over kritiek en zo. Mm. Kritiek van andere mensen, kritiek zal er altijd zijn. Mm-hmm. En ik had zo'n quote gehoord. The only way to not piss people off is to do nothing important. Exactly. Als je niks doet, ga je geen haters krijgen. Maar het moment dat je zegt van, you know what, let me say something, let me do something, let me create something. Mm-hmm. Dan gaan mensen zeggen van, wat doet jij, snap je? En dan gaan die zo, maar het is ook vaak, ze zien u groeien en ze denken van, ik had die dromen ook, hij is dat nu aan het doen, ik had daar ook kunnen zijn, wacht, ik wil niet dat hij daar geraakt, want ik wil niet dat hij beter heeft dan mij. Ik weet niet dat hij beter wordt dan mij, of... Dat jij meer hebt. Ja, mensen zijn jealous, mensen zijn jealous. De mens is jaloers, snap je? Die willen niet altijd gunnen, snap je? Maar ja, kijk, de key is nog steeds, de eindgoal is dat mensen in de plaats van dat ze zeggen van, ja, ik wil niet wat hij heeft, dat ze zeggen van, damn, kijk wat hij heeft gedaan, ik moet dat ook doen, I want that too. Yeah. You inspire me, snap je? Dat is waar ik naartoe wil, maar goed, is dat realistisch, weet ik niet. Maar het probleem is gewoon bij mensen, snap je? Mensen denken in manier van schaarste. Dus als hij het maakt, scarcity mindset. Als hij het maakt, dan ga ik het waarschijnlijk niet maken, want snap je, dat is beperkt. Maar als jij denkt van abundance, dan is dat mindset. Totaal anders. Snap je? Maar er is ook genoeg voor iedereen, zoals je zegt, abundance. Ja, dat is. Ik ben blij dat ik die convo met jullie kan hebben, want normaal gezien, die convo's die ik nu, is de eerste keer, zeg maar de tweede, normaal, ik kan ermee praten met Nathan, Maar voor de rest, anders is gewoon met mijn fam. Mm-hmm. Ik heb 3 broers, 1 oudere broer, 2 kleine broertjes. Mm-hmm. En we zijn met z'n 4 echt zo. Yes. En dan praten we over die dingen. Mm-hmm. Maar normaal gezien, zeg maar, met vrienden of met chicks of zo, die conversaties kan ik niet. Dus echt, ik loof dit allemaal. Maar dat is ook gewoon personal development dat daarmee te maken heeft. Boeken lezen. Mensen die het gemaakt hebben, naar hun effectief luisteren. Mm-hmm. Niet gewoon motivational video van, you can do it. Ik ben... Ik ga eerlijk zeggen, vroeger was ik echt op die motivational Eric Thomas. Dat is het begin van iedereen. Breathe en ze zien ze dat. Maar ik zweer, als je daar blijft naartoe luisteren, op een bepaald moment gaat ze zeggen van, oké, maar snap je? Nu is het echt meer, ik wil meer diepgang. Ik wil echt dingen bijleren. En niet gewoon iemand die tegen mij zegt, doe het, en roept. En eigenlijk voelt je je slecht daarnaast. Ik heb niks gedaan. Ik wil meer knowledge, snap je? Ja, internal motivation is altijd beter. Tuurlijk. External is gewoon temporeel. Dat is waar. En ze zeggen ook vaak, gewoon omdat je zei motivation... Ik had iemand zei tegen mij van, motivation is eigenlijk een beetje overrated en gevaarlijk. Mm-hmm. Waarom? Dat motivation... Too much motivation is not good. Te weinig motivation is not good. Maar het ding is eigenlijk, het gaat niet om motivatie. Het gaat eerder om discipline. Heb je dat al gemerkt? Ja. Want motivatie blijft nooit. Heb je dat al gemerkt? Soms ben je echt pumped.
Maar soms zijn er dagen van, I'm not motivated, wat moet je dan, snap je? Dan gaat het echt om die discipline. Ja. En dat is, want jij bent ook atleet, ik ook. Als je, je hebt geen zin om te gaan trainen, maar je weet, je moet gaan. Je moet gaan naar training. Want als je niet gaat, ga je schuldig voelen. Precies. En je gaat je slecht voelen. En je staat een workout achter. Yeah. Voilà. Yeah. Iedereen die traint, iedereen die wil trainen, staat een workout verder. En dat kan niet. De gap wordt dan groter, dat mag niet. Ja, inderdaad. Inderdaad. En zeker als je competitie doet, je tegenstander, hij is harder aan het werken dan u. Je gaat dat toelaten. Je gaat iets maken. Ja, hij is momenteel echt aan het trainen. En je ziet gewoon... Precies. Dat is wat ik zet op mijn achtergrond. Hè, van, jij wilt het maken, maar je tegenstander is harder aan het werken. Hij is aan het worsten. Ik ga hem chillen. Dat is wat ik bedoel. En dan ga ik altijd naar de gym, omdat ik weet, consistency. Kleine stappen, pam, 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 in lange termijn, dat niemand kan inhalen. Ja. Nee, you gotta kill the competition, that's a fact. Want meestal, als je toch trainingen skipt, dan indulge je in zo van die dopamine activities, zo Instagram of whatever it is. En snap je, dan is dat nog moeilijker om nog motivatie te vinden om te gaan trainen. Klopt, klopt, en, want die Instagram en sociale media in het algemeen, dat vreet echt uw tijd, energie. En het is erg hoe... Ik vind elke keer als ik... Nu gebruik ik Insta en sociale media op een andere manier. Snap je? Ik gebruik het eerder om mezelf te promoten, om mijn brand personal te promoten. Branding. Te zien. Yes. Dat doe ik. Maar als je daar gewoon op zit, bijvoorbeeld, je zit gewoon te scrollen. Je wordt daar niet gelukkig van, omdat je ziet allemaal andere mensen. Ze zien ze en ik vind... Bij mij, dat doet me echt iets niet goed. Zo van, hoe meer ik op Insta zit... Bijvoorbeeld, ik heb zelf een TikTok-account... Yeah. TikTok is live, man. Fuck TikTok. ik kan ook een beetje bij die beide. Jij zegt fuck TikTok, jij zegt TikTok is live. Ik ben een beetje in between, want TikTok kan je echt viral laten gaan op een manier. Maar langs de andere kant, broer, kijk je naar die video's? Dit is wel trash. Doe het, bro, what the hell? Sorry. Maat, ja, snap je? Ik heb je gelijk. Maar langs de andere kant, zomaar ineens kan je van 500 views naar ineens 100.000 views gaan. Die traffic genereert je naar je Instagram, naar je Twitter, naar je YouTube. True. Ineens kan je ontploffen. Dat is waar. Dat is wat mijn boy Nathan is aan het doen. Hij is samen met zijn vriendin op TikTok. Ze abuse TikTok. Ik heb een TikTok gezien. Dus iedereen heeft TikTok gezien. Snap je? Ja. Dus dikke shout naar Nathan en naar Mighty sowieso. Ja. Ik zie jullie. Maar zij hebben het door. Ze pakken veel views. Ze pakken views. En niet alleen views. De sponsorship deals, die kunnen weer veel geld maken dan meer. Maar die guy zegt ook altijd tegen mij. Hij zegt zo, je hebt een koppel. Dan moet je koppel TikToks maken. Dan kun je mee makkelijk gaan, want al die hopeloze chicks thuis, is een vibe op die koppel TikToks. Oh my god, I want this. Ja, want meestal als je content creëert, moet je content creëren waarbij mensen denken, yo, I want to be this person. Snap je? Of ik wil daar zijn waar jij bent. Yeah. En meestal, daarom dat effectief werkt. Klopt. Ja, je moet zien. Je moet je niche een beetje vinden. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus ook, zoals je zei, je bent nu vooral jezelf aan het promoten. Yeah. Niet zo lang geleden, een maand of twee geleden, ben ik die switch ook beginnen maken. Nu, ik pak mijn Instagram gewoon om mezelf te promoten voor mijn sport. Ik investeer in kwalitatieve foto's. Ik betaal hem bijvoorbeeld of iemand anders die met deftige zo camera's foto's komt nemen en zo. Maar hoe zou jij dan zeggen van, je personal brand, zoals je niche zo, hoe zou je mensen helpen om te doen groeien, zeg maar? Wacht. Hoe bedoel je met mensen doen groeien, hoe bedoel je? Ja, voor, ik heb pas die switch gemaakt om Instagram echt vooral om mijn personal brand te gebruiken. Te investeren in fotografen, te deftige foto's komen geven van als quality ik aan het trainen ben. Quality content, Hoe zou je zeggen van, yo bro, hier moet je doe dit om te groeien, doe dit om bijvoorbeeld een professionele Instagram te hebben en dit moet je vermijden en zo. Ik denk op sociale media is het een kwestie van consistency. Ja, want amen. Er is op elk platform is er een algoritme. En de key is, you gotta beat the algorithm, snap je? Dus exactly. Ik weet niet, de algoritme verandert vaak. Je moet de hele tijd op YouTube gaan kijken, wat is de nieuwe algoritme? Yeah. How to grow. Ik heb al die video's al gekeken. Ik heb ze allemaal gekeken. Maar nee, je moet consistent zijn, maar niet enkel consistent zijn. Je moet consistent zijn met quality content, snap je? Mensen moeten gewoon, ze loggen in, ze zien een kop. Snap je? Oké. Natuurlijk moet mensen niet spammen. Je moet mensen niet spammen met elke... Om de drie uur een nieuw piek. Nee, snap valuable je? Valuable content. Valuable content. Mm-hmm. Eén keer om de drie dagen misschien. Yeah. Dat is doenbaar, denk ik. Als je daarmee... Yeah. Snap je? Stories kun je... Je kunt elke dag een story posten in principe.
en gewoon ja, laten zien met wat je bezig bent. Mm-hmm. Mensen moeten zien, mensen moeten attached worden aan wie dat je bent als persoon, snap je? Het is, mensen moeten gewoon zeggen van, ja kijk, ik wil weten, wat is hij nu aan het doen? Hoe voelt hij zich? Ze zien ze daar en vandaar dat vlogs zo goed werken. Ja, want ik zie dat net zeggen. Allee, ja, want ik heb een type vlog, allee, ik maak natuurlijk ook de vlog zo van waar je camera vastneemt en je stapt in de stad. Mm-hmm. Maar in mijn vlogs zijn iets anders in de auto's, die zijn sla. Maar bijvoorbeeld vlogs, mensen die vloggen zo, die nemen een camera mee, ze zijn sla. Mensen worden gek, hè? Mm-hmm. Ze houden daarvan, hè? Waarom? Dat ze zijn met die persoon mee, ze creëren daar een band mee en dat creëert loyalty en mensen blijven plakken. Vet. Oké, ik ga beginnen met vlogs dan, man. Ik zeg niet pas op. Ik zeg niet dat je moet beginnen met vlogs. Ja. Maar nee, dat is niet wat ik zeg. Maar ik zeg gewoon van, kijk. Dat werkt goed. Je moet consistent zijn. Alles aan mijn foto's. Je doet Thaibox, zei je? Ja. Video's waar je bent aan het sparren. Mm-hmm. Waar je zotte hikjes geeft met je voet helemaal daar. Mensen worden zot. Ja. Dus je hebt een body, je hebt een serieuze bicep. Mm-hmm. Mensen, hey, thanks, snap je? Ja. Snap je? True. Dat is waar. Dat is je moet je assets laten zien. Snap je van, oké, I got this. I'm that dude. Mm-hmm. En chicks gaan komen, want ze gaan die bicep zien. Je hebt een baard. Je hebt die fade. Ja. Snap je? Mm-hmm. You got it. Ja, maar je hebt me ook gezegd, be consistent bij foto's. Deze maand, ik heb denk ik drie keer per week echt deftige foto's. Ik probeer krassels te plaatsen. Ik probeer dat nu consistent te doen. Mijn Instagram is ook gegroeid met, denk ik, 60 volgers deze maand of zo, snap je? Snap je? Ja. En als dat consistent is, dan is dat 60. Zelfe. En dat is exponentieel, snap je? Dus dat is 60, daarna is dat 80 en dan 120 en dan zijn het vertrokken, snap je? En ook natuurlijk interactie. Engage. Ik wou net vragen, hoe engage je met je audience? Dit is niet altijd even makkelijk, want hoe meer, als je echt bezig bent, ben je soms druk, maar je moet daar gewoon tijd voor nemen. Hè? Ja. Dus als mensen antwoorden, of als mensen commenten, reageer je op die comment, als mensen je DM sturen, moet je antwoorden op die DM. En je weet nooit wie dat je tegenkomt, snap je? Je weet nooit wie je kan helpen, ineens in die DM is dat iemand random. Oh. Ineens in de DM is iemand die je uitnodigt op een podcast. Dus kijk, daarom. Ja. Nee, maar dat is het, snap je? Ja, het is je weet nooit wie dat je tegenkomt, je weet niet met wie met wat bezig is. Stay open-minded en be gentleman, snap je? Mm-hmm. Wees gewoon nice tegen iedereen, dat is geen moeite om gewoon te antwoorden, snap je? Ja, nee, maak daar tijd voor. Ik zeg niet, je moet heel 24/7 op. Wie heeft geantwoord? Nee, snap je? Mm-hmm. Pak daar tijd voor. Of ochtends, s'avonds. Mm-hmm. Gewoon even antwoorden op iedereen. Snap je? Of zelf ook. Engage met andere mensen. Je ziet bijvoorbeeld een of andere boxer naar wie je opkijkt. Of iemand, een of andere gymmer. Of, snap je? Je weet nooit. Gewoon eventjes reageren. Maar, oh, I like what you're doing. Keep doing you. Dat zijn kleine dingetjes. Yep. Mensen vibe daarop. Zoals ik zei, dat komt van onverwachte mensen. Soms ik zie mensen nog nooit in het echt zien, maar als een Belgische bokser, ik ken de struggle als Belgische kickbokser, je hebt niet zoveel support, je moet hard werken, financieel is het niet altijd makkelijk. Mm-hmm. Dus als je dan zo'n berichtje krijgt van, yo, dat is wat ik toch altijd doe, yo, future champ, keep your walk, ik zie wat je doet, keep doing it, I like it. Ook als die mensen niet wat je doet, ik zie je, zo van blijf je dingen doen. Ik weet niet of je hem kent, kent je of dat kickbokser is of misschien thaibox, kent je Jente? Jente, die lightskin? Ja. Ja, ik ken hem, Hij is een professioneel kickboxer. Ja, dat is een maat van mij. Ja, hij heeft een mooi record. Ja? Hij heeft in Infusion gevochten. Zijn laatste heeft hij wel verloren, maar daarvoor was hij goed bezig. Ja? Als hij die had gewonnen, ging hij normaal voor titel vechten. Okay. Maar die guy tegen wie hij vocht, dat was ook een knaller, man. Die jongen die is gevaarlijk. Gevaarlijk? Echt, die jongen, maar dat is een Iranees, Iranier. Iranier. Ja. Maar die jongen was echt gevaarlijk. Ja. Want ik had hem een paar weken terug gezien, ook voor het eerst. En bij ons was het ook zo. We hadden elkaar nog nooit gezien. Mm-hmm. Maar we volgden elkaar dan ineens, omdat we elkaars content. Ik sowieso sporters en zo zie en salam. Ik hou ervan, snap je? Mm-hmm. Ik, zeker vechters, omdat ik maat respect heb voor wat ze doen. Want jullie, ik weet niet wat in jullie hoofd zit of zo, maar jullie gaan naar de ring om te incasseren. Ja, maar te krijgen. Kijk mijn oog, je ziet kijk, het. Kijk, oog. Hebt, ik bedoel, ik zou het nooit doen. Ja. Maar ik heb maal respect voor wat jullie doen. Dus ik had zijn content gezien, hij had mijn content ook gezien. Hij kon lachen met mijn video's, c'est 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 bleef een beetje connecten, praten op c'est c'est c'est. En dan een paar weken terug hebben we elkaar gezien. En die vibe zat gewoon echt goed. Dus vandaar, wat ik eventjes zie, maar ja, je kent geen Gent, maar je kent hem. Maar hij is eerder van de kant van Gent, denk ik. Ja. Maar hij kent mij niet, want hij is al pro, ik ben ook amateur. Maar de meeste Belgische kickboxers, als die pro gaan, je kent ze wel, je ziet ze ook passeren.
En hij heeft ook op grote radars gevochten, hij heeft in Abu Dhabi gevochten en zo. Dus ik zie wel wat hij doet, want hij is op mij geweest, snap je? Yeah. Ik moet weten, als ik pro ben, wie gaat mijn tegenstander zijn, maar niet zijn, snap je? Maar dat is nice dat je daar al aan denkt. Yeah. Snap je? Yeah. Je denkt daar aan van, oké, met wie ga ik moeten vechten, once I'm there. Snap je? Mm-hmm. En wat houdt dat eigenlijk in? Hoe kun je nu van amateur naar pro gaan? Wat houdt dat in? In België... Mensen verslaan of zo? Ja, moet mensen verslaan, ja. In België heb je 4 klassen. Nieuweling, dat is dus D-klasse. Amateur, dat is waar ik nu zit, dat is C-klasse. Mm-hmm. Je moet per categorie, dus je hebt ook semi-pro, dat is B-klasse, en dan heb je pro, dat is waar je in zit, dat is A-klasse. Mm-hmm. Per categorie moet je een aantal wedstrijden winnen. Yeah. Oftewel, in C-klasse, waar ik nu zit, win je 8 wedstrijden straight, of 7. Of stel voor je wint er 5 op KO, dan mag je naar semi-pro. Okay. Of je wint er 7 op punten, dan mag je naar semi-pro. En dan in semi-pro, in B-klasse, mag je... Dan, de regels zijn ook anders, je hebt ook meer vechttijd. Dus je vecht iets langer. Dan is het 3x3, dus 3x3 minuten. En dan moet je ook zo'n 10 wedstrijden winnen. Maar dat is niet verplicht. Daar kun je zien van, yo, dit is het niveau van professioneel, mm-hmm. maar gewoon lack of experience. Yeah. En dan eens dat je in A-klasse bent, kan je letterlijk tegen iedereen uitkomen. En dat is echt professioneel, maar natuurlijk op jouw gewicht wel. Mm-hmm. En altijd hoor. Altijd, ja, altijd op je gewicht. Ja. Altijd hetzelfde gewicht. Soms bij pro mocht je, hangt er vanaf, als je zegt 80 kilo en je weegt 82 kilo, kun je oftewel een boete krijgen, moet je de helft van je paycheck geven aan je tegenstander. Oftewel... 2 kilo's? 2 kilo's. Yeah. Maar het ding is, als ik bijvoorbeeld vecht op 80 kilo, yeah. op het moment dat ik op de weegschaal sta, weeg ik 80 kilo. Yeah. Maar de dag erna, als ik ga vechten, weeg ik minimum 85 kilo. Je manipuleert eigenlijk de weegschaal, snap je? Yeah. Zeker in MMA. In MMA dat is het zo. Dat is al dat water dat uit je lichaam gaat. Je gaat op de weegschaal, je weegt 77 kilo. Dat je komt terug, drink, eten, boom, je bent 85 als je in de cage bent. Ja. De professionele fighters van MMA. En ik zei dat ook tegen hem, want hij zegt tegen mij, ja, ik kan middleweight vechten. Ik zeg tegen hem, bro, middleweight. Er zijn mensen van 100 kilo, ja. Zakken naar 85 kilo. Snap je? En hij is 85, hè. Die man is 85. En mensen van mijn gewicht, waar ik nu op zit, die vechten op 77 kilo, snap je? Mm. Maar dat is enkel op het moment van de weegschaal, die enkele uren dat ze zoveel wegen, mm-hmm. dan eten ze, drinken, en dan boom, stijgen ze terug. Ik zeg het u. En dan ze komen in de ring, ze komen dat is not fair. En daarmee die 2 kilo, dat is in amateur is dat geen probleem. Yeah. Ja. Op sparring ook niet. Maar in de ring, als dat 2 kilo is, dan wil zeggen dat die guy misschien van 100 kilo naar 80 kilo is gegaan, en ik ben van 85 naar 80 gegaan. Snap je? Dus dan is dat verschil heel groot, want hij gaat recupereren. Mm-hmm. En dan gaat hij niet 2 kilo zwaarder, dan gaat hij 10 kilo zwaarder, snap je? Mm-hmm. En dan kan dat echt slecht aflopen. Dat kan. Ja. Ik wist die shit niet, man.